En dan kom je eigenlijk al gauw in aanraking met het Gronings. Dat vond ik eigenlijk zo'n mooie taal dat ik daarbij ben gebleven. En nu specifiek me ook richt op het Gronings. Ik kijk eigenlijk naar de huidige status van het Gronings aan de hand van klankveranderingen. En ik kijk daarbij niet alleen naar de verschillende varianten van het Gronings, dus de verschillende regio's. Maar ook naar bijvoorbeeld verschillen tussen hoe mannen en vrouwen praten, of oude en jonge mensen en verschillende sociale groepen. Ik ben Hettie Gsekeres. Ik doe onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar de manier waarop het Gronings verandert qua klank. Het Gronings is deel van het Neder-Saksisch. En het Neder-Saksisch is een taal die in het oosten van Nederland en in een groot deel van Duitsland gesproken wordt. En een van de dingen die mensen vaak heel karakteristiek vinden aan het Gronings is de I-klank in een woord als trein voor trein. Maar we zien nu dus dat in sommige regio's en bij jongere sprekers die I steeds meer als een ooi wordt uitgesproken. Ik gebruik verschillende methodes om het Gronings te onderzoeken. Dus ik ga erop uit met ons mobiele laboratorium om opnames te maken van mensen die verschillende woorden uitspreken. En daarmee willen we ook zoveel mogelijk verschillende mensen bereiken. Dus we willen niet dat de mensen naar de universiteit moeten komen om mee te doen, maar dat wij de universiteit eigenlijk naar hun toe brengen. Zodat bijvoorbeeld ook mensen die slechte been zijn in de gelegenheid zijn om mee te doen met het onderzoek. Ik doe onderzoek naar de houding die mensen hebben tegenover het Gronings. En dan bijvoorbeeld vinden zij nieuwe woorden of nieuwe klanken mooier dan oude klanken. Naast eigenlijk het harde onderzoek is er in onze onderzoeksgroep ook best wel een focus op het communiceren van onderzoek. Dus daarvoor hebben we ook met een aantal collega's een spel ontwikkeld waarbij je speelt als een van de streektalen in Nederland en Vlaanderen. En het doel van mijn onderzoek is eigenlijk om de huidige status van het Gronings te onderzoeken. En dat doe ik door ook vergelijk te maken tussen die verschillende varianten binnen het Gronings en tussen het Gronings en het Nederlands. Het is ook belangrijk om dit onderzoek nu te doen, omdat het Gronings op dit moment eigenlijk heel erg verandert. Dat komt deels doordat er steeds minder jonge sprekers zijn en deels ook door de invloed van het Nederlands. En een van de doelen van het onderzoek is niet alleen het Gronings beschrijven, maar ook bijvoorbeeld om materialen aan te bieden waarmee mensen het Gronings beter kunnen leren of waarmee ze online zelf informatie over het Gronings op kunnen zoeken.